89-56. Ja. 33 punten verschil. Ja. Wat is er gebeurd? Waar komt het door? Wat is er aan de hand? Geen idee. Ja, Leiden is gewoon beter. Daar is eigenlijk het antwoord. Ze rennen van onze turnovers en wij gooien de meest ongelofelijke ballen weer weg. En we spelen totaal met enige zelfvertrouwen. Ze brengen ons gewoon in benarde situaties en dan weten we niet hoe we eruit moeten komen. Ik denk dat we eerst de helft een paar keer die bal inside krijgen bij pick and roll. En dan kan Berend een paar keer makkelijk scoren. Matthew komt volgens mij een paar keer onder de borden. En dat doen we allemaal vanuit beweging. En op een gegeven moment valt het gewoon letterlijk stil. Ja, je had natuurlijk al twee time-outs gebruikt in de tweede kwart. En er komt opeens nog die 11-0 run aan het eind. Ja. Ik denk dat er een beetje de nekslag is. Ja, dan. We hadden 33-31 achter, geloof ik. Twee achter. En dan hebben we volgens mij twee keer de bal om aan te vallen. En dan gooien we ook weer de ballen weg. Leiden is gewoon een heel gevaarlijk team. Als je ballen weggooit tegen hun, dan gaan ze rennen op je. En dan krijg je de ene bal naar de andere bal. En nu waren het geloof ik 3-3 punten en een lay-up. Ja. En dat was eigenlijk een beetje, dat was eigenlijk een beetje de game. Tweede helft gingen we eigenlijk gewoon mee door met wat we de laatste minuut deden. Dus dat is jammer, maar we kijken vooruit naar volgende week, zeg maar. We moeten morgen nog spelen, volgens mij. Al zou ik het ook prima vinden om die wedstrijd lekker te skippen. Is voor Leiden misschien goed, lekker rust en voor ons ook, want het 33 punten, dat is kansloos. Nee, precies. Je hebt staat voor de schier onmogelijke taak, of eigenlijk gewoon de onmogelijke taak, om morgen met 34 punten verschil van Leiden te gaan winnen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar hoe ga je zo'n wedstrijd morgen nou in? Ik bedoel, als we morgen wel moeten spelen, dan gaan we, dan ga ik de jonge jongens wat meer spelen en de oudere jongens wat meer aan de kant. En ik ga me focussen op volgende week. We krijgen weer thuis in Apollo al. Dat is een heel belangrijke wedstrijd voor ons, dus we zullen wat meer gaan kijken naar die wedstrijd. Matthew was sowieso vandaag half geblesseerd en die heeft wel gespeeld. Die zou morgen sowieso niet spelen, om uit de voorzorg voor volgende week. Ja. Dus we gaan morgen gewoon, als we moeten spelen, gaan we lekker die jonge jongens gewoon spelen. En dan hopen dat we nog een leuke game van maken. Ja, hoe groot is de kans dat er niet gespeeld gaat worden dan? Nou, dat weet ik niet, maar volgens mij was er een regel met als je meer dan 30 punten verliest, weet ik veel. En volgens mij de uitspeler, het maakt mij niet uit. Als we moeten spelen, spelen we gewoon hoor. Dat is echt, als het voor Leiden beter uitkomt om een dag rust te hebben. En deze game van morgen gaat nergens over. Het kan alleen maar ongelukken gebeuren. En daar heeft Leiden niks aan en daar hebben wij ook helemaal niks aan. Dus, als het gewoon afdoet, als iedereen ermee eens is dat we niet spelen, dan spelen we niet. Oké, nou ja, dat zullen we dan vanavond nog wel te horen krijgen. Ja. Die regel die je noemt is inderdaad als je een lagere klasse speelt. Ja, in een uitspelende ploeg geloof ik. In de uitspelende ploeg. BV Amsterdam, die verloor van Dutch Windmills. Ja. En dan maakt het niet eens zoveel uit hoeveel het verschil was. Dan kwam er geen tweede wedstrijd, dus zaten twee DBL ploegen. Ja. Ik ga er nog wel vanuit dat er morgen gespeeld wordt. Nee, als er gespeeld wordt, wordt er gewoon gespeeld. En dan zal Leiden ook gewoon de jonge gasten wat minuten geven, wat meer minuten geven. Dus dat is vandaag ook al gebeurd. Ja. Dat Randami meer speelt en Ververs meer speelt. Oh, ja, klopt. En dat is natuurlijk voor Leiden natuurlijk ook rustig. Die moet ook een beetje in ritme blijven. Zij zitten natuurlijk ook volledig in dat ritme van heel veel games achter elkaar spelen. Ja. En wij zitten op dit moment in geen één ritme. Dus dan de ene week doen we het heel goed en de andere week heel slecht, dus dat is voor ons is het gewoon heel moeilijk om het een beetje op de rails te krijgen op dit moment. Ja, ik schreef het in de preview natuurlijk ook al, want die dan alleen op de Leiden-site kwam. Ja, dat gewoon, je weet nooit welke Apollo je nou te zien krijgt. Ja, ik bedoel, zo wisselvallig als jullie zijn. Klopt. Tegen Donor speelde je goed. Ja. Dan speel je tot in het vierde kwart, diep in het vierde kwart mee. Ja, klopt. De week ervoor tegen Den Helder, ben je de tweede helft, ben je er niet eigenlijk. Nee. En het is zo wisselvallig. En in het begin had je natuurlijk veel blessures. Ja. Ik las dat Jesse Marcus ook weer getraind heeft. Nou, getraind niet. Maar hij is op twee keer op trainen geweest om een beetje te schieten. Maar hij kan nog niet geen loop voor hem doen. Hij heeft nog echt te veel last van de enkel, maar we hopen wel dat hij binnen twee weken rustig aan weer wat mag doen. En dat betekent nog niet spelen, dat zal nog wel echt wel nog tot vijf weken weg zijn. Maar hij is op de terugweg. Je ziet vandaag ook weer, we worden geloof ik weer out-rebounded met 10 of 15. Ik heb geen idee, maar. Nou ja, hier staat toch 36-36. Oké, maar dat komt natuurlijk omdat laatst heeft
Je naamgenoot, nog 4 jaar van een rebounds gepakt. Ah, oké, ja, nee, okay, dus dat scheelt dan weer. Maar ja, we hebben wel wat body onder het bord nodig. Berend staat nu eigenlijk in zijn eentje altijd tegen 2-3 verschillende grote jongens te knallen. En op een gegeven moment is de tank gewoon een keer leeg. En, ja, dat, is, en dat is jammer. En dat is ook bij Aaron en die Meo. Die jongens die moeten zo goed spelen om het dit soort teams lastig te maken. Ja. En dat gebeurt gewoon te weinig dit jaar. Dat hebben ook natuurlijk, Aaron is ook een tijdje eruit geweest. Maar ik, dat is allemaal geen excuus. We moeten gewoon beter spelen. En we speelden vandaag gewoon als makkelammetjes. Ja, precies. En die Lucas Vaiderbe, is dat nou familie van je? Ja, dat is mijn neefje. Dat is de zoon van mijn broer. Ah, oké. Okay. Alleen hij is niet zo knap als mijn broer en ik. Maar voor de rest is hij wel. Precies. Hij is wel familie. Hij is wel familie. Hij is ook de mindere basketballer van iedereen. Nou, dat wil ik dan weer niet zeggen. Hij is sowieso minder dan zijn oom natuurlijk. Maar ja, dat is. Dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk. Die was international ooit. Ja, bedoel ik. Ja. Dus. Ja. Hey Patrick, dankjewel. Jullie ook weer bedankt. Succes en ik ga ervan uit tot morgen. Top, dankjewel. Rolf, gefeliciteerd met deze ruime overwinning. 33 punten verschil in een bekerwedstrijd in de kwartfinale, waarbij er ook nog een return moet plaatsvinden. Ja, wat moeten we nou doen? Gaan we nou nog spelen morgen? Wil je spelen morgen? Ja, volgens mij moeten we spelen morgen. Ja, volgens mij ook. Volgens mij is die regel van te dik winnen, dat geldt alleen tegen de ploeg die lager speelt, waarbij je met de uitwedstrijd begint. Even over deze wedstrijd. Begon natuurlijk een beetje aarzelend, vonden wij. 16-12 eerste kwart en daarna tegen de laatste 2 minuten voor rust een gigantische run. En toen was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Ja, ja, begint het aarzelend. Als je 12 punten tegenkrijgt in het eerste kwart, dan is dat prima gedaan. Ja. En zij stonden in die zone die dan een man-to-man wordt. En dat is altijd eventjes even zoeken. Daarnaast is het ook zo dat vaak in dit soort wedstrijden in het begin, dan is er nog lucht en ook geloof aan de andere kant. En ja, je probeert natuurlijk constant dat aan te tasten. En dat lukt op een gegeven moment goed. Toevallig was het dan in de run vlak voor de rust, maar oké, dat had ook eerder kunnen gebeuren. Ja, ja precies. Je wist het ook meteen, al vrij snel wist je ook gewoon door. Ik bedoel, 8 man hebben veel gespeeld. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel lekker, denk ik. Ja. Je was natuurlijk, vertelde vorige keer dat je bezig bent om Marijn Vers en Sergio Randami meer in het spel te krijgen. Ja. Nou, dat is vandaag wel gelukt, mag ik aannemen. Ja, nou, dat is dus mooi van dit soort wedstrijden. Dus daarom is iedere wedstrijd op dit niveau, dus zijn de Eredivisie niveau is voor ons belangrijk om te zorgen dat we de dingen er gewoon in slijpen. Ja. Wat vond je van de tweede helft van je eigen ploeg? Dat stond maar degelijk goed. Nou, wat ik er goed aan vond is dat de verdediging goed stond in het derde kwart. Hè. Ik denk dat we 9 punten tegen hebben gekregen. En dat is ook wat van tevoren wat we hebben besproken. Hè. Probeer nou in dit soort wedstrijden geconcentreerd te spelen. Dat begint in de verdediging. Ja. En dan krijg je een apart effect dat je eigenlijk harder verdedigt. Dus meer vermoeid raakt, maar eigenlijk meer plezier hebt in de aanval. Ja, ja precies. Want er zaten wel weer snoepjes van aanvallen bij. Ja, Dus ja, dat gaat eigenlijk de hele wedstrijd door. Ik bedoel, het is 33 punten verschil. Ik vind het ook wel een knappe prestatie. Ik heb vorige week Apollo tegen Donor zien spelen. Ja, dat bleef tot in het vierde kwart bleef het lang gelijk opgaan. En hier is het eigenlijk snel uitgeblazen. Ja, dus Apollo is gewoon een ploeg die goed gecoacht wordt. Kijk, Patrick heeft natuurlijk veel ervaring. En is al jaren goed bezig. En dat is dan met een mix van jonge jongens en ervaren spelers. Zijn de Royer en Van der Horst. Ja, die spelen op de 1 en op de 2. Ja. En dat zie je dan in het begin ook terugkomen. Dat, ik denk dat ze heel goed speelden in het begin. En daar was ik best wel tevreden met een 16-12. Ja, nou, 12 is natuurlijk prima. 16 vinden wij dan een beetje mager. Ja. Maar goed, dat wordt daar uiteindelijk ruimschoots goed gemaakt in de rest van de wedstrijd. Nou ja, de bal viel ook niet. Hè. Kijk, Darius schiet vaak raak. En nu ging eigenlijk alles mis wat hij open had. Daarnaast schoot hij ook niet. Dus we hadden 3 of 4 aanvallen. En dat is mentaal altijd een beetje lastig. Als je eigenlijk helemaal open staat, daarna nog een keer gaat penetreren en daarna nog een keer uit gaat pasen. Ja, dat was gewoon niet goed. Dat hebben we later beter gedaan. Ja. Watson opende wel heel sterk. Ja. Nou, speelt goed de laatste tijd. Ja. Dat is mooi. Zeker weten. Ze heeft natuurlijk een blessure gehad. Hè. Dat onderschat men toch wel. Hè. Die enkel vlak voor de kerst was gewoon vervelend. En later is hij uiteindelijk er beter in gekomen. Ja, dat was de wedstrijd tegen Balje. Ja, dat was niet voor de kerst, dat was eerder. Op de voetlanden en daarna kreeg je die 2 Europa. Was voor de voet break van Van Noord. Ja, was voor de break van het Nederlands team was het. Maar ja, daarna kreeg je die 2 Europa wedstrijden die natuurlijk wel ruim verloren gingen. Tegen Bakkenbeers en tegen Saratov. En zag ik dat het nog niet te oude was. Nee, dat had hij last van zijn enkel. Ja, precies. Dus, hey, morgen spelen. Hoe ga je
je team voorbereiden op die wedstrijd van morgen? Wat ga je voor boodschap meegeven? Op dezelfde manier. Mm-hmm. Dus gewoon zorgen dat je geconcentreerd die wedstrijd ingaat. En gewoon doet wat je moet doen. Dat betekent gewoon goed verdedigen. En in de aanval elkaar vinden. Mm-hmm. Op allerlei manieren. Ja, wat vandaag heel erg goed ging, was denk ik de mix tussen fast break, early offense en uiteindelijk de set play. Ja. En dat zat goed in elkaar en dat maakt het ook leuk voor het publiek. Dus, ja, Sims kwam ook twee keer door, via Thompson heel goed vrij onder de bucket, of onder baas om twee keer te dunken. Ja. Dat vinden we natuurlijk hier allemaal fantastisch. Hoe meer dunks, hoe beter. Maar goed, morgen zullen we het zien. Ga je nog een beetje mensen wat rust geven? Wat je vandaag natuurlijk ook al... Volgens mij hebben we vandaag al gedaan. Hè? Dus volgens mij hadden we even uit mijn hoofd gewoon 8 mensen van rond de 20 minuten. Dus ik denk dat dat prima was. Ja, ik zie het. Vet hier nog wel 17 minuutjes of zo. En de rest 30 minuten is ook het meeste wat iemand gespeeld heeft, volgens Thompson. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook relaxed voor deze wedstrijd. Morgen wedstrijdje, woensdag wedstrijdje. Ja, dus dan moeten we goed met die speeltijd omgaan, zoals we vandaag ook hebben gedaan. En morgen gaat het denk ik ook wel lukken. En dan hebben we woensdag aanstaande, hebben we Aris, dacht ik even, aan mijn hoofd. Ja, klopt. Dus het is een vol programma en we zijn gelukkig weer met 8. Dat hebben we een tijdje niet gehad, onder andere door blessures. Hè. Vergeet niet de blessure tegen Zwolle van Kenny en uiteindelijk Sergio die zijn been breekt. Ja. Maar is toch tegenslag geweest waar we redelijk doorheen zijn gekomen. Ja, precies. Dus, mooi. Leuk. Dankjewel, zie ik je morgen. Goed.